Ik ben vandaag in het Groene Hart en ik heb hier afgesproken met Aad van Vakantiemakelaar. En hij neemt mij mee naar Landal de Reeuwijkse Plassen. En het heeft niet alleen een waanzinnige ligging, maar ook heel veel verschillende vakantiewoningen. Leuk om er weer te zijn. Welkom in Reeuwijk. Ja, joh, ik was daar net bij het water. Het is wel een hele mooie ligging hier. Ja, hoor. Midden in het Groene Hart. Hey, wat voor faciliteiten biedt het park verder? Nou, we hebben hier in het centrumgebouw waar we nu voor staan. Ja? Hier in het centrumgebouw is een restaurant, een koffiebar, een ijsbar, een supermarktje, een binnenzwembad, een speelzolder, Bollo. Dus die komen we zo meteen nog tegen. Ja, die weten we. Als je kinderen weet je wie Bollo is. En hier vandaan kun je ook fietsen huren, bootjes huren, kano's huren om lekker het water op te gaan richting de Reeuwijkse plassen of andere plassen in de buurt. Ik ga je het park laten zien. Oké, leuk. Hoe gaan we dat doen? Ja, ik heb bedacht om met een loopfiets het park op te gaan. Een loopfiets? Dit ken ik niet. Nee, nou, dat gaan we eens even proberen. Er wordt gefluisterd dat Landal Park de Reeuwijkse plassen het meest duurzame recreatiepark van Nederland is. Te meer een reden om misschien juist hier een recreatiewoning te kopen. En dan niet alleen voor jezelf, maar vooral ook vanwege de aantoonbaar gunstige verhuuropbrengsten. Keuze genoeg. Hoeveel verschillende type woningen hebben jullie hier nou? Ja, enorme verscheidenheid in verschillende typen. Ik denk wel meer dan 20 verschillende types. Serieus? Ja, klopt. Alleen dat is allemaal onderverdeeld in verschillende categorieën. Dus van comfortwoningen naar luxe woningen, naar kindvriendelijke woningen, naar extra luxe woningen met Green X, jacuzzi in de woning. Dus ja, heel gaaf. Ja. Maar wat is het rendement ongeveer? Je kunt hier een prima rendement maken tussen de 4 en de 7%. Dat is veel. Ja, maar de verhuur loopt hier buiten alle verwachtingen. Het gaat heel erg goed qua verhuur. Zit bijna altijd vol. Dus heel positief. Wat is hier eigenlijk allemaal in de omgeving te zien en te doen? Ja, er is hier heel veel in de omgeving te zien en te doen. Kijk, de ligging van het park is heel centraal. Dus ja. Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Ja, dat is waar. Gouda is een heel leuk stadje. Daar ben ik serieus nog nooit geweest, erg hè? Dat kan echt niet, Sanne. Nee, vind ik ook. We gaan straks naar Gouda toe. Even lekker kaasje eten? Goudse kaas, Goudse siroopwafels, waar het onbekend staat. Lekker. Oh, de sleutel. Oh, mag ik één knuffel? Oh, mooi dit. Dit is een ruime living, Aad. Dat klopt. Dit is ook een 10-persoons woning. Oh, dat is inderdaad groot. Dan heb je het ook nodig. Dan heb je het zeker nodig. Nou, het is wel echt een luxe vakantiewoning, hoor. Ja, zeker luxe. Hè? Hier kun je lekker met elkaar eten. Beneden hebben we aan weerszijden van de woning een sauna met een badkamer en slaapkamers. Wil je zelf een kijkje komen nemen op het park? In het weekend van 16 en 17 maart is het open huis. Dus je bent van harte welkom. Oh ja, we zouden nog even naar Gouda gaan. Zo mooi, wat is dit? Dit is de Waag. Hier werd vroeger de kaas gewogen. Ja? Ja, het is nu een museum. Kom verder. Wat een bijzonder pand, hè, dit. Ja, met de oude weegschaal waarop kaas gewogen werd. Ja. Proeven. Gaan we ook doen, toch? Ja, ook eentje. Nou, wil je nou meer informatie over het park of de omgeving of over vakantiemakelaar? Ga dan eventjes naar onze site rtl.nl/wayofliving. Van de oer-Hollandse Goudse kaas gaan we naar de witte wereld van Oostenrijk, waar je schitterend kunt investeren.